Peter Bos, een 5-1 overwinning op Twente. Ook de laatste wedstrijd van 2015 wordt dan nog gewonnen. Dat moet een goed gevoel zijn voor jou. Ja, nee, na de wedstrijd vind ik dat je op met een heel goed gevoel erop terug kan kijken. Ik moet zeggen, tijdens de wedstrijd en met name het kwartier voor rust, heb ik al eventjes op de bank gezet. Ik denk, welke kant gaat dit op? Want na een heel goed begin vind ik dat je het laatste kwartier het eigenlijk helemaal uit handen geeft. Je staat 2-0 voor, dus niks aan de hand. Je doet het hartstikke goed, je hebt de druk erop, je creëert kansen. En opeens gaan we verdedigen, gaan we voetballen, we geven ballen weg. Het sloeg werkelijk nergens op. En dan roep je dat over jezelf af. Ik maakte me daar zorgen over. Uiteindelijk kwam het allemaal goed, want Vitesse scoorde meerdere keren. En daarin had buitenspeler Milot Rashica een groot aandeel. Hij scoorde maar liefst 2 keer. Ja, ik ben blij voor dit goal. Voor mijn goals, so this is more motivation for me. You are now one of the top scorers of Vitesse. Yeah, I'm happy for that. But for me, it's more important to help the team to win. When I come here, I didn't expect it come like this. But I think I work hard every day in training and game, and I'm very happy for that. Can you play even better than this? I think I can show more and more. What can better? To score more goals and to help the team in every game. En doordat het zo goed ging, kreeg ook de 16-jarige Mitchell van Bergen een aantal speelminuten. Hij was daarmee de jongste debutant aller tijden voor Vitesse. En hij was er achteraf best heel erg trots op. Ja, het is een heel, heel goed gevoel voor mezelf. En dat ik zo mijn minuten mag maken, doet mij goed. Wat dacht jij toen Bos jou naar de bank riep? Dit is mijn moment, dat dacht ik. En het is gewoon een jongen die heel goed kan voetballen. En ook bij ons op de training, als wij positiespel spelen, ja, dan balt hij gewoon mee. En dan valt hij zeker niet uit de toon. En ik kijk altijd of spelers iemand een bal geven. En ik zelf ook gaf altijd de bal het liefst aan de beste speler bij mij in het elftal. En ze geven hem de bal. En dat is een teken dat hij al geaccepteerd is door zijn medespelers. Dus hij kan een goede voetballer worden. Ja, maar hij staat helemaal aan het begin. Dus het is aan hem. En hij is goed bezig. Je kreeg meteen de bal. Wat hoorde jij überhaupt in het stadion? Nou, ik focuste op de wedstrijd, zeg maar. En op de achtergrond hoorde het publiek wel roepen, zingen van alle ballen op Mitchell. Dat geeft meer vertrouwen in actie. Hoe ga je dit vieren vanavond? Vanavond denk ik eerst uitrusten en dan morgen gaan we het met familie vieren, denk ik. Lekker hapje eten of zo? Ja, denk het wel.